Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een zegen, een Gods trouw, dat we elkaar weer mogen ontmoeten na een tijdje. En hier samen ook weer de dienst mogen hebben en ook naar het woord van God mogen luisteren. Dat willen we ook met elkaar gaan lezen. En ik wil graag met u gaan lezen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 45. Jesaja 45. Dat is een wat langer hoofdstuk, maar ja, het lezen van het woord van God is eigenlijk het belangrijkste wat we in deze dienst doen. Is het niet? Aan het eind van hoofdstuk 44 had Jesaja door de geest geleid ook geprofeteerd dat het volk wat in ballingschap zou zijn, dat uiteindelijk verlost zou gaan worden door een koning die God zelf daardoor zou roepen, koning Kores. En die zou het volk weer laten gaan naar Jeruzalem om ook de stad en de tempel te herbouwen. De koning Kores, de koning van de Perzen, die wordt daardoor God gebruikt. En daar gaat ook Jesaja 45 op door. Maar dan zullen we zien dat daarin ook nog heel veel andere dingen staan en het perspectief nog veel verder blijkt te gaan dan alleen de geschiedenis van wat Kores deed in Gods hand. Jesaja 45, zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal ik ontgorden, om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden, zelfs zal ik voor u uitgaan, het oneffene zal ik rechtmaken, bronzen deuren zal ik openbreken, en ijzeren grendel stuk breken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël, ter wille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam, ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere. En niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten, van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen, laten de wolken heil voortbrengen. En laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt, een potscherf tussen aarde scherven. Zal het leem soms zich tegen zijn formeerder zeggen, wat maakt u? Of zal het werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee hem die tegen zijn vader zegt, wat verwekt u? Of tegen diens vrouw, wat baart u? Zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, zijn formeerder. Ze hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande mijn kinderen. Zou u mij bevel geven, aangaande het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt. En ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. En aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen. En hij zal mijn ballingen vrijlaten. Zonder betaling en zonder geschenk. Zegt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere. De arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen voor u zijn. Zij zullen u navolgen. In boeien zullen zij overkomen. En voor u zullen zij zich buigen. Zij zullen u smeken en zeggen, voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Voorwaar. U bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland.
Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost, een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en te schande worden, voor eeuwig niet, nooit. Want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop wonen zou. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billig is. Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren. U die bent ontkomen aan de heidevolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij en word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan, en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Voorzeker, in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter, in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Tot zover het woord van God. In het kerkelijk jaar hebben we vandaag de tweede Adventszondag. En dan kijken we aan de ene kant terug naar hoe God de beloofde verlosser heeft aangekondigd in de Bijbel, in de geschiedenis, wat we lezen in het Oude Testament. En we kijken ook vooruit hoe hij terug zal komen. Ook dat is al aan de orde geweest. En als we naar onze situatie kijken, dan vragen we ons af van ja, waar gaat deze wereld heen? Gaat dat inderdaad gebeuren zoals God het gezegd heeft? Deze wereld die in beroering is, in turbulentie, waar oorlogen zijn, waar kwaad is, waar rampen voorkomen. We weten het allemaal. En misschien in uw eigen leven heeft u ook met dat soort stormen te maken. Dat kan zomaar gebeuren, plotseling of over langere tijd al. Dan zijn er misschien ook wel zorgen, ook als u naar de toekomst kijkt. Welke kant gaat dit heen? En dan is dit gedeelte, ook wat we gelezen hebben, bevat een gigantisch belangrijke boodschap. Want dit gedeelte laat ons zien dat er uiteindelijk redding is door onze God alleen, die zijn doel zal bereiken door de Heere, de soevereine schepper van hemel en aarde, en die alle dingen in zijn hand houdt. Dat is de thematiek die hier in dit gedeelte besproken wordt. Ik ga met u eerst even naar de achtergrond kijken en dan zullen we een aantal belangrijke dingen uit dit hoofdstuk naar voren brengen. Niet alle details, dat kan niet, dat begrijpt u, dat is te lang. Maar we zullen een aantal belangrijke dingen naar voren brengen en dan vooral concentreren op het laatste gedeelte. Jesaja die mag door de geest geleid zijn profetieën uitspreken. In dit gedeelte van het boek Jesaja, vanaf Jesaja 40, spreekt hij eigenlijk tot de mensen die in ballingschap zouden gaan. Dat was nog niet gebeurd, want Jesaja die spreekt dit uit ongeveer 150 jaar voordat dat werkelijk gebeurde. Voordat het volk in ballingschap zou gaan vanwege hun zonde. En vanwege hun afgoderij, vanwege het sociale onrecht wat ze ook deden in het land. Dat kun je allemaal in de profeten lezen. En daarom ging het volk in ballingschap. Zou weggevoerd worden.
Maar God die belooft uiteindelijk dat hij trouw is aan het plan wat hij ook met het volk heeft. En trouw is aan zijn verlossingsplan wat zich door heel de geschiedenis zal gaan ontvouwen. En hij belooft dan ook dat er redding en verlossing komt. Dat is wat, en daarvoor zal hij ook dan voor het volk wat in ballingschap zit, iemand geven. Cyrus, die koning van Perzië, die wordt hier genoemd een knecht of een herder. Dat is waarschijnlijk ook een soort titel die hij gekregen heeft. En hij wordt ook de gezalfde genoemd. Hij wordt aangeduid als iemand die daardoor God toe bestemd is. Ook al kende die man zelf de Heere niet. Dat staat ook een aantal keren duidelijk, dat hebben we gelezen. Maar hij komt als redder. Hij is een instrument, een werktuig in Gods hand. En Jesaja die mag deze boodschap overbrengen, maar zoals we zullen zien zit daar nog een veel wijder perspectief in. Laten we eens even zien hoe God zich bekend maakt in dit hoofdstuk. Allereerst zal het u opgevallen zijn dat ook een heel aantal keren gezegd wordt dat God alleen de enige God is. Hij is alleen de enige ware God. Er is gewoon geen andere God. Zelfs ook de goden van Babel niet. En de goden van het Perzische Rijk, die zijn geen goden. Dat zijn goden van hout en steen en die kunnen niks horen en die worden eigenlijk ook op allerlei manieren ook belachelijk gemaakt. Zelfs door Jesaja, ook als je het doorleest in het volgende hoofdstuk in Jesaja 46. En er wordt gezegd, en jullie moeten zelf die goden dragen. Maar ik ben een heel andere God, ik draag jullie. Ik kan jullie werkelijk dragen in de moeilijkheden waarin je in zit. Dan help ik jullie. Terwijl jullie eigenlijk die stomme afgoden moeten dragen. God is de enige ook die de toekomst bekend kan maken. Want Jesaja mag dit soort dingen dus bekendmaken namens God. Omdat God het geheel overziet. Hij is de Heer van de geschiedenis. Hij kan de toekomst bekendmaken. Hij is de enige rechtvaardige God. En dat niet alleen, maar het tweede belangrijke punt wat we hier ook telkens tegenkomen in dit hele hoofdstuk. En als je dat helemaal zou lezen, ook in de omringende hoofdstukken van Jesaja, daar wordt God ook aangeduid, telkens opnieuw duidt hij zich aan als dat hij de schepper is. Hij is de schepper die hemel en aarde gemaakt heeft. Het universum, alles wat erin is. Hij is het die alles gemaakt heeft. Het grote universum waar wij langzamerhand ook af en toe wat meer inzicht in krijgen hoe onmetelijk groot dat is. Denk maar even, misschien een paar weken geleden heeft dat wel in het nieuws gezien, was er weer zo'n nieuwe foto gekomen van die nieuwe James Webb-telescoop. Van een enorme, gigantische gaswolk waarin sterren zich vormen. En dat noemen ook de wetenschappers, die noemen dat de pilaren of de zuilen van de schepping. Zelfs ook al geloven velen misschien wel niet in een schepping. Maar zo noemen ze dat. En dat is het dus ook. Dat is de schepping van God. Zo groot is God. Hij staat daarboven, hij heeft dat allemaal gemaakt. En zo laat hij zich ook telkens in dit hoofdstuk hier kennen. Maar, en dat is het belangrijke, dat wordt dus telkens ook opnieuw verbonden hier met het feit dat hij de verlosser is. Dat hij verlossing gaat geven. En dat kan hij, omdat hij ook de schepper is. Daarom is het zo belangrijk dat we die dingen bij elkaar houden. Dat wij dat geloven. En de vraag is, geloven wij ook werkelijk zo op die manier in de God die tot ons ook tot ons spreekt, in zijn woord, in wat wij mogen lezen, dat hij de enige ware God is en dat afgoden geen goden zijn, maar dat hij ook de schepper is en dat hij daarom degene is die werkelijk een boodschap heeft voor ons van verlossing, van redding. Hij is ook degene die alle dingen regeert en bestuurt. Hij is de Heer van de geschiedenis. Want hij laat ook zien dat hij die dingen doet. Op een soevereine manier. Dat hij ingrijpt. En je leest dat bijvoorbeeld ook. Als we even teruggaan naar vers 7 en 8. Hij zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil.
Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip hemel van boven, laat de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen, laat de wolken heil voortbrengen. En laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Ook daar weer de verwijzing naar de schepping, maar ook tegelijk in vers 7 ook de aanduiding dat God alles in zijn hand heeft. Ook alles wat er in deze wereld gebeurt. Hij bestuurt alle dingen. Het goede en ook het kwade, het onheil wat er gebeurt. Dat gaat niet buiten God om. Dat is natuurlijk iets wat wij maar heel moeilijk kunnen begrijpen. Hoe zit dat dan? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wij hebben soms zoveel vragen, hè, als wij natuurlijk het onrecht in de wereld zien. En al het onheil en oorlogen en de manier waarop volken moeten lijden onder de agressie. En onder het kwaad. Dan denk je wel eens, hoe kan dit? Wie heeft dit in de hand? Maar de Bijbel is er heel duidelijk over dat God heeft alle dingen in zijn hand. Dat mogen we aanvaarden. En dat ondanks het feit dat wij dat soort dingen niet begrijpen. We moeten daarom ook beslist allerlei gedachten afwijzen. Hè, alsof er eigenlijk in deze wereld twee goden zijn. Hè, er is God die, ja, zeggen we dan, alle macht heeft. En er is de Satan die ook heel machtig is en allerlei dingen doet. En dan wordt het soms wel eens zo voorgesteld alsof er eigenlijk, ja, die twee goden zijn. Er is God en er is Satan en die zijn met elkaar in een ongelooflijk gevecht gewikkeld. En ja, wij moeten maar zien hoe het gaat aflopen. Ja, er zijn aanwijzingen dat God het zal gaan overwinnen. Maar wat zien we daarvan? Nou, dat is een voorstelling van zaken die eigenlijk heidens is. Dat zag je ook in Babel en in het Persische Rijk. Daar werden de dingen op die manier voorgesteld. Maar God is het die werkelijk gerechtigheid en heil en verlossing geeft. En dat zelfs schept, zo wordt het hier in vers 8 genoemd. Juist omdat God het kwaad gaat uitbannen en werkelijke gerechtigheid gaat geven, laat hij zich ook kennen als de schepper. Juist daarvoor heeft hij de wereld geschapen, om zijn plan te volbrengen. En daar kan niets en niemand wat tegen inbrengen. Dat lees je dan ook in het vervolg van hoofdstuk 45. Waar mensen soms zeggen van, ja, wat doet u nu eigenlijk? Hoe kan dit nu werkelijk? En God zegt eigenlijk, ja, dat is hetzelfde, hè, als iemand die zegt van, die een beeld gemaakt heeft of iets uit leem gemaakt heeft van, dat het voorwerp zelf zegt tegen zijn maker van, wat heeft u eigenlijk voor mij gemaakt? Hoe kan dat eigenlijk? Waarom heeft u dat gedaan? Of als er een kind geboren wordt, hè, dat iemand tegen de ouders zegt, hoe kan het nou zijn dat je dat gemaakt hebt? Dat is natuurlijk onzin, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal niet zoals God het bedoeld heeft. God regeert. Hij is de schepper. Hij is de formeerder. En wij kunnen dus ook het werk van God niet bevragen. Wij kunnen eigenlijk niet zeggen, Heer, wat doet u eigenlijk? Die neiging hebben we soms wel eens, dat we zeggen, hoe kan het? Die vragen komen op, maar, en dat is misschien zelfs soms ook wel begrijpelijk, maar God laat ons hier zien eigenlijk van, zo moet je niet tegen de dingen aankijken. Die vragen die kun je misschien hebben, maar die vragen zijn eigenlijk onzinnig. Want ik regeer en bestuur alle dingen. Ik sta daar zo ver boven. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ga werkelijk recht en gerechtigheid geven. Ik ga deze wereld verlossen. Dat is wat God gaat doen. En hij is de enige verlosser. Hij is dus niet alleen de enige God. Hij is niet alleen de werkelijke schepper. Hij is niet alleen degene die alles regeert en in zijn hand houdt. Maar hij is de werkelijke verlosser. Voor Israël, daar gaat het hier natuurlijk ook over, en voor de wereld. En dan moeten we dus ook weer even terug eerst naar die geschiedenis. Want God gaat dus Kores geven als verlosser. Hij gaat Israël verlossen, hij zegt dit ook. Hij zegt dat in dit gedeelte, heb ik gelezen. Er zullen weer mensen teruggaan naar Jeruzalem, die zullen Jeruzalem weer herbouwen. En ook de tempel weer. Maar Gods verlossend handelen krijgt zelfs ook een wijder perspectief. Het gaat zelfs verder. Want op een gegeven moment lees je, en dat lijkt dan voor ons een beetje, ja, wat lastig gedeeld in vers 14.
dat zelfs de Egyptenaren en de Cushieten en de Sabeërs, die worden opgeroepen om ook daar deel van uit te gaan maken. He, dat is wat dichterlijke taal, maar uiteindelijk verwijdt zich het perspectief hier naar een veel groter deel van de wereld. Uiteindelijk zelfs naar heel de wereld, naar het uiterste van de wereld. He, want Kush, dat was eigenlijk waarschijnlijk iets wat wij ongeveer zoiets als Ethiopië en Soedan noemen. Maar het was in de beelden van de mensen van die tijd, was dat echt het einde van de wereld. Dus God die zegt zelfs dat zijn handelen zich uitstrekt tot het einde van de wereld. Ook zijn verlossend handelen. En in vers 14 tot 19 van dit hoofdstuk bouwt God daarop voort. Er wordt gezegd dat in vers 15 hij is een God aan de ene kant die zich verborgen houdt. Wij kunnen God niet zien, wij kunnen hem niet narekenen. En toch openbaart hij zich. Dat zegt hij weer in vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken. In een duistere plaats op aarde. God heeft het publiek bekendgemaakt aan Jesaja. Hij geeft zijn boodschap. Dat wat wij wel moeten weten en mogen weten, dat heeft hij ons bekendgemaakt. En dat geldt ook voor mij en voor u, voor wat we in de Bijbel lezen. God die wij niet fysiek hier op aarde zien en die we zeker ook niet af kunnen en mogen beelden, maar hij is er en hij heeft gesproken en we hebben zijn woord. En alleen deze God verlost en niet de heidense afgoden van hout en steen, zoals telkens ook in dit gedeelte naar voren komt. Hij is ook betrouwbaar. Wij kunnen hem vertrouwen, zijn woorden. Dat lezen we ook in vers 17. U zult niet beschaamd en niet te schande worden. Voor eeuwig niet, nooit. Zo betrouwbaar is deze God. En in vers 19. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij maar tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Hij heeft gesproken, daar kun je van op aan. Zo maakt God zich ook bekend. Ook door middel van Jesaja aan het volk van Israël, aan het volk wat in ballingschap zou gaan. Maar zo maakt God zich ook bekend aan mij, aan u. Als de God die betrouwbaar is, die zijn beloften en zijn plannen zal volvoeren. Daar kunnen we op aan. Op hem kunnen we vertrouwen. En dat is zelfs ook een boodschap voor iedereen. Omdat hij de schepper is. Zoals ook hier weer eens een keer opnieuw naar voren komt, in vers 18 ook. Hij heeft de aarde geformeerd. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. God heeft de aarde gegeven zodat de mensheid daarop kan wonen in recht en gerechtigheid. En daar zien we nu, en dat zagen we toen dus weinig, maar God gaat dat doen. En we weten uiteindelijk, als we eens even verder kijken, dat God uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. En een nieuwe mensheid. Een aarde waarop werkelijke gerechtigheid zal wonen. En dat is een boodschap, zelfs ook voor alle die aan de heidenvolken zullen ontkomen in vers 20. Jesaja mag het zeggen, verzamel u en kom, treed tezamen naar voren. U die bent ontkomen aan de heidenvolken. Dat is ook het volk Israël, maar ook de mensen ook van de heidenen die daar ook in mee zullen gaan. Zo is God. En de ultieme verlossing, die wordt uiteindelijk uit genade aangeboden aan alle mensen. Dat zien we vervolgens in het laatste gedeelte ook van dit hoofdstuk. De Heere alleen is de rechtvaardige God die redding brengt. Hij zegt ook, ik ben de Heere. Dat is een woord, dat woord ik ben de Heere. Ook dat is een woord wat telkens weer hier voorkomt in dit hoofdstuk. Lees het maar in vers 3, vers 5, vers 6, 18, 21, 22. Minstens 6 of 7 keer kom je dat tegen dat God zegt, ik ben de Heere. Hij is de ik ben, zoals hij zich aan Mozes geopenbaard heeft. Hij heeft zich aan Mozes geopenbaard als de God van Abraham, Isaac en Jacob. De ik ben, Yahweh. En dat is degene die ook hier spreekt. Hij is de ik ben. En dan wordt iedereen opgeroepen om de verlossing te aanvaarden. Om behouden te worden. En dat gaat zelfs heel ver. Niet alleen klinkt dat voor Israël,
maar dat klinkt zelfs tot aan de einde van de aarde. Lees maar in vers 22. Wend u tot mij, word behouden, alle einden van de aarde. Dat is een uitnodiging en een oproep zonder enige beperking. Die gaat tot aan het einde van de aarde. Soms spreekt Jesaja dan van de eilanden aan het eind van de wereld in andere gedeelten. Je zou kunnen zeggen, uiteindelijk ook is deze boodschap tot aan het einde van de wereld gekomen. Tot aan het eiland waarop we hier zijn. Op Urk. Bij u. Bij mij. Ik woon op een iets ander eiland, maar Gods boodschap is tot ons gekomen. Tot aan het einde van de wereld. En dat gaat nog steeds door. En die oproep is er. Dat is de oproep van het evangelie, ook vandaag, die ook nu nog klinkt, te midden in deze wereld, waar zoveel onrust is, waar zoveel misgaat. Klinkt de oproep, wend u tot mij, tot deze God, deze enige God, de schepper, die alles bestuurt, die verlost. Wend u naar mij en word behouden. Dat is een hele boodschap voor ons, voor mij ook en voor jullie ook, heel persoonlijk. Want het gaat om mensen, dat hebben we ook gezien hier. God roept, hij heeft de mensen geschapen, maar hij roept hen ook om behouden te worden. Om tot hem te keren. Dat is de boodschap ook. Als je ook vanmorgen, als je nog nooit eerder deze God hebt aanvaard, in hem gelooft dat hij de enige verlosser is, dan is daar de uitnodiging nu. Heel concreet, namens God die in dit gedeelte spreekt, voor jou, voor u, wend je naar mij toe en word behouden. Dat behoud, dat geeft God. Dat is het behoud wat uiteindelijk werkelijke verzoening met God geeft. Wat het eeuwige leven geeft. Het enige wat ons werkelijk zekerheid geeft in deze wereld. Dat we bij God mogen horen. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Dat is omdat God zelf de verlosser is en gegeven heeft. En uiteindelijk, zegt Jesaja hier ook, zal uiteindelijk iedereen voor hem buigen. Dat is vers 23. Hij wordt hier gezegd dat God zelf zegt, hij spreekt, ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong mij zal zegenen. Dat zal gebeuren. Uiteindelijk zullen u en ik, ongeacht wat onze positie is, maar wij zullen voor hem buigen. Dat is de boodschap. En dan mogen we ook, zoals dan het hoofdstuk eindigt ook, mogen we weten dat er in hem behoud is. Voorzeker in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen. Daar zijn we voor uitgenodigd. Wend u naar mij toe en word behouden. Maar degenen die dat niet doen, die zullen beschaamd worden. Alle die tegen hem in woede ontstoken zijn, die zullen daar zelfs verkeerd mee aflopen. Maar in de naam van de Heere, in de Heere zelf, zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Zo eindigt dit hoofdstuk. Door de Heere alleen. Door hem is rechtvaardiging. Alleen in hem kunnen we rechtvaardig voor God staan en uiteindelijk in de juiste rechte verhouding tot hem komen. Zo zal God verlossing geven. En dan is de vraag eigenlijk van, hoe gaat God doen? Hoe heeft God dat gedaan? Dat is de boodschap hier die voor de ballingen gegeven wordt. En uiteindelijk, zoals we gezien hebben, is dat een boodschap voor heel de wereld. Hoe heeft God dat gedaan? En dan mogen wij als christenen die ook de Bijbel en ook het Nieuwe Testament hebben, mogen we ook zien wie is deze God, deze verlosser, die ook zegt, alle knie zal zich voor mij buigen. Nou, dan weten we waarschijnlijk dat het ook een tekst is die Paulus twee keer aanhaalt in zijn brieven. In Romeinen 14, maar ook in Filippenzen 2. Dan zegt hij, Jezus Christus is gekomen. Hij heeft zich vernederd tot in de dood. Hij was God. Hij had de heerlijkheid van God, die heeft hij afgelegd. En hij heeft zich vernederd tot in de dood, tot zelfs in de dood aan het kruis.
Maar daarom heeft God hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in hem, omdat alle knie zich voor hem zou buigen. Voor Jezus Christus. Dus wie is degene hier die hier spreekt in Jesaja 45? Het is uiteindelijk Jezus Christus. Hij heeft die naam gekregen. De naam van ik ben. Daarom zegt hij ook telkens, ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft die naam gekregen van God. Zo heeft God zich als Yahweh bekendgemaakt in Jezus Christus. Die zich vernederd heeft. Vanwege om onze zonde en schuld te dragen. Om zo verlossing te geven. Om zo vergeving mogelijk te maken. Om zo inderdaad mensen te rechtvaardigen. Omdat hij alles volbracht heeft. Omdat hij alles gedragen heeft. De straf die wij verdiend hadden. Dat is wat hij gedaan heeft. Daarom heeft hij ook die naam gekregen boven alle naam. En daarom zal ook elke knie zich in hem voor hem buigen. Zo mogen we weten dat dit vervuld is. Ook wat Jesaja hier mocht spreken. He, want dan weten we ook, als we kijken naar wat er gebeurd is. He, dan is Kores inderdaad gekomen. Hij heeft het volk terug laten gaan. Een groot deel van het volk is teruggekomen. Niet eens allemaal. De stad is herbouwd, de tempel is herbouwd. Maar we weten dat die tempel nooit meer geworden is wat die eerste tempel was van Salomo. En ook als je kijkt naar hoe het met het volk gegaan is, dan is het niet allemaal geweldig gegaan. Dan is dat niet uiteindelijk die werkelijke terugkeer geweest. Dan is dat niet de werkelijke verlossing geweest. Dan zie je pas werkelijk dat die dingen werkelijk vervuld zijn in Jezus Christus. In zijn komst. Toen kwam het volk werkelijk thuis. Want toen kwam het volk bij God. Toen kwam het volk bij de werkelijke verlosser. Bij Jezus Christus uit. En daarom zie je ook dat dan ineens dat op wereldschaal gaat plaatsvinden. Dat op het moment dat Jezus Christus zijn geest uitstort op de Pinksterdag. Hè, dan komen er mensen. Want dan, als je dan kijkt wie er dan zijn daar in Jeruzalem. Dan worden die allemaal genoemd. Alle Joden uit alle gebieden. En als je dat op een kaart gaat doen en met pijlen gaat aankomen, waar komen ze dan allemaal vandaan? Dan komen ze eigenlijk uit alle gedeelten. Allemaal om Jeruzalem heen komen ze allemaal naar hem. Maar ze komen uiteindelijk bij Jezus Christus. Die zelf gezegd had dat hij natuurlijk de werkelijke tempel is. En dan verlossing geeft. En dan een nieuwe tempel geeft. Voor al degenen die in hem geloven. Dan is dat de nieuwe tempel, de gemeente van Jezus Christus. Waarin God woont, waarin God vervult alles wat hij beloofd heeft. Zo zit de Bijbel in elkaar, zo zit Gods verlossingsplan in elkaar. En in Jesaja hier geeft hij al een perspectief daarvan. En we zien dat dat zo vervuld is. En dat weten wij. Die boodschap hebben wij. Daarom mogen wij nog met zo mogelijk nog meer kracht zeggen. Wend u naar mij toe, alle einden der aarde, en wordt behouden. Want die het behoud is er in Jezus Christus. En daarom, lieve broeders en zusters, laten we natuurlijk als wij ons leven leven en naar de toekomst kijken, waar vertrouwen wij dan op? Vertrouwen wij dan ook op, ja natuurlijk, wij zullen wellicht geen afgoden van hout en steen in ons huis hebben staan. Dat waarschijnlijk nog net niet. Maar wat zijn de dingen waar wij op vertrouwen? Op onze eigen situatie, op onze eigen gaven, talenten, op onze baan? Onze bankrekening, of wat het dan ook maar is. Waar stellen wij ons vertrouwen op voor de toekomst? Of stellen wij ons vertrouwen op hem, op Jezus Christus, die hier eigenlijk ook in Jesaja getekend wordt. En in wiens naam we zeggen, wend u naar hem toe en wordt behouden. Dan bestaat onze verlossing erin dat wij beseffen van wij kunnen dat zelf niet. Wij zijn zondige verloren mensen. Maar we worden uitgenodigd om op God te vertrouwen, op deze redder en verlosser, die zijn belofte in Jezus Christus volbracht heeft. Zo mogen we werkelijk ook met hem leven en weten dat hij regeert en dat hij zijn verlossingsplan voltooit voor ons, voor mij, voor de gemeente. Zo zal hij dat doen. En daar weten we ook dat hij op dit moment ook nog doorgaat. He, daar zijn de signalen van. We hebben de collecte aankondiging gekregen voor het werk van Kama in India.
Maar we weten ook van onze broeder Oscar Lohuis dat daar rijke zegen is, dat daar mensen tot geloof komen. Zo gaat God door. En er zijn talloze voorbeelden van. Zelfs ook dichterbij in Europa, waar God nieuwe dingen gaat doen. En zelfs ook in ons land zijn er ook de signalen van. God gaat door en wij mogen zo met hem leven. Met deze enige God, de werkelijke schepper, de werkelijke verlosser, die alles in zijn hand houdt en zijn verlossingsplan volvoert voor deze wereld, voor zijn gemeente, voor Israël en voor ons allemaal, voor u en mij ook persoonlijk. En we worden opgeroepen om daaraan vast te houden. En dat is ook onze verwachting, ook in deze adventstijd. Amen. Laten wij bidden en danken. Vader in de hemel, bedankt.